Oké, dus naar achter inderdaad omhoog en naar beneden. Zo, een schommelbeweging maken. Of je misschien al te vroeg daarheen aan het kijken bent. Meer te lang geconcentreerd blijven met die bal hier, met de raken. Optillen. Ja, dat is wel beter. Denk aan die raakzone. Als je de bal raakt, moet je je platte kant recht houden en er doorheen slaan. Hè. Niet om gaan buigen.